Het ministerie van Volksgezondheid dringt bij Suriname aan op waakzaamheid voor dengue-infecties. Volgens de PAHO en WHO zijn er tijdens de eerste maanden van 2023 uitbraken van grote omvang geregistreerd van dengue en chikungunya in Zuid-Amerika. Reden voor het ministerie om de samenleving te vragen broedplaatsen van muskieten op te ruimen. Minister Amaramadin zegt aan onze redactie dat voorkomen beter is dan genezen. En Suriname een tropisch klimaat heeft met genoeg gebieden waar deze muskiet leeft. Deze landen dus in de tropen hebben last van tropische infectieziekten. En dit is een fase vanwege de vector-borne disease. Dat is eigenlijk muggen of een vector, in dit geval een muskiet, die aanwezig is en kan zorgen voor de overdracht van een virus, genaamd dengue. En we weten dat dengue niet, het dengue is zeker niet onbekend. Iedereen kent dengue, de ziekte dengue. Iedereen weet ook dat het bijna helemaal lijkt op een griep. Maar we kennen ook dingen die bijvoorbeeld bloedingen geeft en andere zaken. Dus het is altijd heel goed om voorbereid te zijn en te voorkomen waar mogelijk dat je geen dingen oploopt. We komen er helaas niet onderuit, want in 2022 viel het nog vrij mee met het aantal dingen gevallen in Suriname. Dus dat is meestal wat gemiddeld, maar je ziet in 2023, evenals in die grote delen van de regio Amerika's, die wel een trend dat er een mogelijke stijging is van gevallen. De bewindsman geeft verder aan dat de Aedes aegypti muskiet zowel dengue als Zika en chikungunya kan veroorzaken. Hij weet dat mensen het meest 's avonds maatregelen treffen om zichzelf te beschermen tegen muskietenbeten. Dat alleen is echter niet voldoende, meent de minister. Deze muggen zijn vooral overdag actief. Dus het is, daarom die informatie is belangrijk. We hopen dat met onze PR we heel snel dat filmpje en de filmpjesproducties rond hebben. In diverse talen, zodat we in ieder geval kunnen aangeven. Er is ook heel veel griep nu, influenza, zoals u dat weet. Maar de symptomen lijken vrijwel op hetzelfde. Kijk, het gevaar bij dengue is dat dengue wel in hele zeldzame gevallen gecompliceerd kan verlopen. Bij griep heb je dat minder, maar bij dengue heb je dus complicaties. En twee van de meest bekende complicaties, dat zijn het dengue shock syndroom en dengue hemorrhagic fever. Dat is twee complicaties waarvoor opname zeker noodzakelijk zal zijn om verder schade aan het lichaam te voorkomen, want soms kan je behoorlijke complicaties krijgen en je kan zelfs ervan overlijden. Dus het is niet dat we moeten niet lichtzinnig omgaan. Het ministerie gaat er echt niet lichtzinnig mee om. Het ministerie hoopt dat de samenleving zich beschermt en de symptomen in de gaten houdt. Minister Ramadin benadrukt dat elke arts die een patiënt met dengue krijgt, verplicht is die te melden.